Welkom bij de persbabbel na de wedstrijd. Lierse Zulte Waregem gewonnen door de thuisploeg met 3-1. Meneer Durie, welkom en graag uw analyse na deze wedstrijd. Eerst en vooral wil ik Lierse feliciteren. Ik denk dat het op basis van hun reactie na de 0-1 en de tweede helft een verdiende winst is. Wij zijn goed begonnen, denk ik. We hadden controle over het spel. En we scoren de openingsdoelpunt. We krijgen nog een kans via Sila om misschien nog meer te doen. Maar dan komen zij toch wat meer via hun kleine middenvelder Kazmi toch wat meer in de match. Gaan wat indirecter gaan voetballen. Dringen wat dieper door en na een verwittiging scoren zij de 1-1. Dat gaf hun vertrouwen. Aan de rust hebben we gevraagd om vooral geëngageerd te spelen. Omdat je weet, dit zijn twee ploegen achteraan die een groot stuk zullen moeten oplossen de komende weken met engagement, met karakter, met mentaliteit. En daarin heeft Liers ons afgetroefd met nog twee doelpunten. Spijtig dat we daarbij nog twee rode kaarten pakken, want dat loopt stilaan op. Maar ik vind ons geen zin een ploeg die verdient om veel rode kaarten te pakken. Maar in ieder geval, we zitten in de hoek waar de klappen vallen. We moeten eruit. En hoe dat we dat gaan doen, zal veel karakter en vuur vragen in het team. Omdat ik ben niet een coach die nu mijn spelers gaat aanvallen. Ik heb niet die gewoonte. Ik sta ook op de 16e plaats, dus dit is ook een verantwoordelijkheid naar mij toe. En we zullen moeten met z'n allen eerst en vooral goed beseffen waar dat we staan. Want we zijn dat niet gewoon. En we moeten nu spelen tegen een pak ploegen die dat gewoon zijn. Dus het zal... een andere aanpak, een andere beleving vragen. Bedankt, meneer Durie. Mr. Stojanovic, also kindly your analysis after this game. First of all, hi to everybody. It was a tough game from the beginning until the end. We didn't open well the game and we let too much space for the Zulte that they can create some chances in the first half, and they was successful, of course. Unfortunately, we scored in the first half, so we didn't go on the halftime with one goal down. But we were in the same position. We tried to change some things in the second half. Of course, we tried to be more concrete and more aggressive on the midfield. We were in that part quite successful. But it was tough game until the end. It was easier, of course, when the red cards was on the Zulte Waregem side. So we are happy for this win. Of course, tomorrow it's a new day. Thank you. Dan denk je dat we meteen kunnen afsluiten en zien we elkaar terug binnen 3 weken voor de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen.